Lara, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Leef je nog een beetje daar in Rotterdam bij dat Eurovisie Songfestival? De wallen worden steeds groter, maar het geluk ook. Oh. Ja. Was het gisteravond weer een feestje? Nou, ik ben vooral benieuwd of jullie het een feestje vonden. Want ik heb de show 4 keer gezien en ik had het gisteren, dacht ik, nou, van mij mag het ook wel uit. Nou, eerlijk gezegd eigenlijk, weet je, wat jij zei van, het wordt vanavond nog slechter. Dat was inderdaad ook bij sommigen, ja. Ja, maar jij vond meevallen. We hebben contact gehad met de dierenopvang. Er zijn zelfs honden binnengebracht met gehoorbeschadiging. Maar ik vond, en dat meen ik echt, en ik heb het zo links en rechts ook al gehoord, ik vind in één keer dat er een soort van potentiële winnaar bij is gekomen. En dat vind ik namelijk Portugal. Oh ja? Ja. Die hebben mij ontzettend verrast. En ik zag ook op de socials, zag ik het in één keer losgaan. Zo van, waarom hebben we hier nog niet eerder wat over gehoord? Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, ik vind het zelf helemaal niks. Ik snap dat mensen het mooi kunnen vinden, maar ik heb er zelf helemaal niks mee. Misschien kijk ik er gewoon te veel naar als een goed plaatje. Weet je, het is een goede song, maar het is geen songfestival act. Nee, oké. Dat zou het kunnen zijn. Ja, maar ja, waar gaan we? Het is toch een Eurovisie songfestival? Ja, maar dat is een jarenlange discussie die al heel erg wordt gevoerd. Met de songs. Ik vond IJsland wel weer leuk. Ja. Wat vond jij ervan? Ja, toch? Ja. IJsland is superleuk. Ja. Sprekend, dat hitje wat ze vorig jaar hadden, dat was het 1-op-1 eigenlijk. Maar ik word daar blij van. Ja, het is gewoon een vrolijk nummer. Ze zetten het leuk neer. En ja, ik vond het ook echt wel overkomen alsof ze gewoon in Ahoy waren op televisie. Dat hadden ze wel knap gedaan. Ja, nee, de kijker thuis had daar helemaal niets van in de gaten wat dat betreft. Hoe is het met de presentatoren allemaal? Heb je ze nog gezien, gesproken van dichtbij? Hoe is het met de wallen bij hun? Nou, ik begreep dat er hier en daar wel mensen echt toch wel moe beginnen te worden. En gisteren was er natuurlijk ook een klein relletje rondom Etcilia. Omdat hij natuurlijk een tijdje naast Duncan Lawrence heeft gestaan. Die besmet ze met coronavirus. Ja. Maar zij wordt nog meer getest dan al de regel was. En zij is helemaal oké. Dus volgens mij hebben ze er vooral heel veel zin in. Want die finale, jongens, dat wordt wat. Ja, want ja. Wat gaat er allemaal gebeuren nog? Nou, we zien zaterdagavond onder andere Afrojack op dat podium. Dat is natuurlijk wel best wel bijzonder. Een dance act op het Songfestival. En ik sprak hem vorige week al even. En hij zei echt, het wordt een gigantische show. Met regenboog. Hij had het zelf over regenboog. Dus ik heb er helemaal zin in. Oh. En de combinatie van Tichin met Lordi. De Finse winnaar van een paar jaar geleden. Een hardrock versie Dingedong. Ja, Get Harry, Get Scary. Dat was een advies van Nicky. En Elena Paparizou komt ook terug. En Sandra Kim van J'aime la vie komt voorbij. Dus het wordt echt wel voor oud Songfestival fans is dit echt wel een leuk. Ja, die zag ik van de week trouwens bij Omroep Max zingen. Nou, ja. Dat was nog even loepzuiver hoor. Was leuk. Ja, hè? Ja, echt hartstikke goed. Ja. Wat zijn de opmerkelijkheden waarvan jij nu zegt van, ja, kijk, dit is ook Songfestival. Of let daar eventjes op. Nou, wat natuurlijk zaterdag wel echt opvallend wordt, is eindelijk die Big Five die we gaan zien. We gaan eindelijk Jean-Guy zien. Ja. En die Big Five die hebben echt alles uit de kast getrokken hoor. Want Blas Canto van Spanje die heeft een enorme opblaasmaan meegenomen. Dat zag je gisteren al heel even in een voorfilmpje. Mm-hmm. Dat is echt bizar om te zien. En de trompetten van James Newman van het Verenigd Koninkrijk. Het kost zoveel tijd dat ik niet anders kan dan zeggen van ja, die moeten ze na de pauze zetten of zo. Want die zijn zo groot, ja. Die krijg je niet snel de zaal in. Oké. Okay. Ja, we blijven verbluffen ook over hoe het eruit ziet, hoe het klinkt ook allemaal. Nou, we hebben wel een visitekaartje neergezet. De graphic. Ja, en ik wil heel eventjes zeggen, dit is een vriend van mij. Die staat op de foto, de tweede van links is dat. Dit zijn de jongens die het licht programmeren, die ervoor zorgen dat het er zo mooi uitziet. Nou, dat vond ik toch wel eventjes noemenswaardig, eerlijk gezegd. Bij deze gedaan. Ja, zeker weten. Lara, dankjewel voor dit moment. Wij spreken elkaar pas maandag. En dan weten we ook meteen wie de winnaar is geworden van het Eurovisie Songfestival 2021. Dankjewel. Dan.